Kom in een zo comfortabel mogelijke houding. Probeer je rug zoveel mogelijk te rechten. Je schouders te ontspannen. En doe je ogen dicht. Zorg dat je oogleden ontspannen zijn, zacht. En breng dan je aandacht naar je meest natuurlijke adem. In en uit door je neus. En terwijl je je aandacht op je adem richt, observeer je datgene wat je tegenkomt in je hoofd, ongeacht wat het is. Kijk eens welke gedachte er voorbij dwarrelt, welke gedachte er voorbij flitst. Je kijkt er heel even naar, je observeert het, zo gelijkmoedig mogelijk. En je keert terug naar je adem. Opnieuw en opnieuw. Vanuit deze concentratie, vanuit deze focus, maak je een grote sprong. Vanaf de focus op je adem maak je een grote sprong richting de kruin van je hoofd. Top van je hoofd. En kijk alsof je met je hele aandacht daar kunt blijven. Wat voel je? Misschien voel je niks. Ook prima. En vanuit de kruin van je hoofd verspreid je langzaam maar zeker de aandacht over je hele schedel. Achterkant van je hoofd, de zijkanten, je slapen. Hoe voelt je hoofd? Voelt het drukkend of voelt het licht? Voel je niks? Het is niet belangrijk wat je voelt en of je iets voelt. Het is belangrijk dat je je aandacht daar hebt. Verschuif dan langzaam de aandacht naar je voorhoofd, naar je ogen. Hoe heb je je ogen dicht gedaan? Zijn ze dicht geknepen of zijn ze heel licht ontspannen? Je neus, het puntje van je neus, je wangen, je oren. Wat voel je als je je aandacht bij je oren hebt? Je mond, je lippen. Zijn je lippen droog of juist vochtig? Je kin. En zo via je keel richting je borst. De bovenkant van je torso. En kijk eens of je de binnenkant van je borst kunt voelen. De binnenkant van je bovenlichaam. Alsof je met een soort scan naar binnen gaat. Hoe voelt het? Probeer het niet te definiëren, dat is moeilijk. Probeer het alleen te ondergaan, probeer het alleen te observeren. Zonder dat je er een label op plakt, zonder dat je er een etiket op plakt. Zo bewust en zo gelijkmoedig mogelijk. En daar vandaan breng je de aandacht naar beneden, richting je buik, richting je onderbuik. En wat voel je hier? Een knoop in je maag, een blok in je maag. Vlinders in je buik, wat het ook is, het verandert voortdurend. Niets blijft zoals het is. Zo gelijkmoedig mogelijk kijk je ernaar.
zo bewust mogelijk. En maak daar vandaan een grote sprong richting de achterkant van je schedel die overloopt in je nek. Richting je schouderbladen. In de richting van je onderrug. Je schouders. Zijn je schouders licht opgetrokken? Of kun je ze voelen hangen naar beneden, ontspannen? Richting je ellebogen. Richting je polsen, je handen. Je vingers. Je handpalmen. Breng je aandacht naar je bovenbenen, je knieën en richting je onderbenen, naar je enkels, je voeten, je tenen, je voetzolen. En breng dan opnieuw je aandacht weer even naar je adem. In en uit. Door je neus. Als je dit moeilijk vindt, kun je proberen om het contact van je adem letterlijk te voelen op je huid. Waar raakt de luchtstroom je huid? Ergens op je bovenlip of aan de binnenkant van je neusgaten? Misschien voelt het als tintelend. Misschien voel je hoe de lucht via je rechterneusgat of via je linkerneusgat naar binnen stroomt. Als je heel subtiel voelt, voel je een verschil in temperatuur. Je uitademing zal iets warmer zijn dan je inademing. Als je niets voelt, is het ook prima. En hier vandaan breng je je aandacht opnieuw naar je tenen, naar je voeten. En langzaam ga je terug omhoog richting de kruin van je hoofd. Volgorde is niet belangrijk. Zolang je niets overslaat, probeer ieder lichaamsdeel bewust te observeren. Misschien blijf je er even voor een paar seconden om vervolgens door te gaan. En als het moeilijk wordt, keer je terug naar je adem. En ook hier geldt, je kunt het niet fouten. Mediteren is een aaneenschakeling van steeds opnieuw beginnen. Van je tenen naar je kruin en terug enzovoort.
Langzaam rond je af. Langzaam keer je terug voor de laatste keer naar je meest natuurlijke adem. Waar je ook bent, waar je was in je lichaam, stop je mee. En laat je opnieuw meenemen aan de hand van je adem naar dit moment. En voel hoe de luchtstroom, je neusgaten binnenstroomt via je bovenlip. En weer naar buiten. Probeer de stilte bewust te ervaren. En alleen als je zover bent, doe het in je eigen tempo. Doe je je ogen rustig open.